Zo, goedemiddag allemaal. Even installeren voor een nieuwe Insta Live. En we gaan net zoals eerder deze week vandaag in gesprek over Black Lives Matter en alle demonstraties in Nederland tegen racisme. En niet alleen maar de demonstraties tegen racisme, maar ook wat gaan we nu verder doen om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar blijft bij protest, maar dat we ook daadwerkelijk wat gaan veranderen in Nederland. En daarover ga ik in gesprek met een van de allerleukste mensen die je in Nederland online kan vinden, namelijk de 23-jarige Quinty uit Amsterdam. Zij heeft een geweldig YouTube-kanaal en een geweldig Instagram-account, waar ik zelf vaak ontzettend om moet lachen. Dus ik zou zeggen, check sowieso even haar Instagram-page, Quinty's Ding. Zij heeft afgelopen week een hele emotionele video online geplaatst, waarin zij zich uitspreekt over Black Lives Matter en het feit dat heel veel mensen in Nederland geraakt zijn door de protesten die in een ander land, namelijk in Amerika, zijn begonnen en zijn overgewaaid naar Europa. En ik ben heel erg benieuwd om van haar te horen hoe zij racisme in Nederland ervaart, hoe ze aankijkt tegen alle demonstraties in Nederland rondom Black Lives Matter en wat zij ook van mij en van andere politieke partijen verwacht om een vervolg te geven aan de demonstraties die in Nederland zijn geweest. Dus ik ga kijken of dat zij zo meteen online kan komen. Dat heeft ze al gedaan. Ik ga verbinding met haar maken. En het is hier bij mij in Nijmegen echt super slecht weer. Dus ik hoop dat jullie geen last hebben van het onweer hier. Hey, Quinty. Hi. Hallo. Is het bij jou ook zo'n slecht weer in Amsterdam? Of is het daar te doen? Het is hier eigenlijk best wel oké. Okay. Het is nog een beetje dat benauwde voordat de onweer komt, weet je wel? Dus op dat punt zit ik nu hier. Hier komen net echt met bakken uit de hemel. Dus ik hoop. Jeetje, wat heftig. Ja, hey, wat fijn dat je met mij live wil gaan over dit gekke onderwerp. Ik heb net al kort even gezegd, hè, jij bent een van de grappigste mensen die je in Nederland online kan vinden. Maar ik ben graag, dank je. Ja. Niet eens, maar dankjewel. Ja, nou, het is af en toe een goede parodie ertussen en zo, heel leuk. Maar jij postte afgelopen week een hele andere soort video dan ik vaak van jou zie. Vaak veel kleur en humor, maar nu was het echt heel intens, heel emotioneel. Ja. Dus dat het jou enorm raakt. Dus ik was benieuwd, gewoon als openingsvraag, wat doet die hele Black Lives Matter movement die we nu in de hele wereld zien, wat doet dat met jou? Een boel. Ik denk dat ik de afgelopen weken was het voor mij een soort van, en van wat ik heb gehoord ook van heel veel andere mensen, gewoon een overvloed aan emotionele beelden. Dus natuurlijk de filmpjes die we hebben gezien, maar ook de protesten en elke dag was er weer negatief nieuws waar je mee wakker werd en dan weer mee ging slapen. En dat was gewoon een heleboel. Maar ik merkte ook dat ik, dus juist doordat ik zoveel emoties ging voelen of zo, heel erg de drang voelde om nu iets hiervan te gaan zeggen en er ook echt daadwerkelijke acties uit probeer te gaan halen. Dus ja, een boel, denk ik. Ja. En heb je veel reacties gekregen op die video? Ontzettend veel. Ja, die video heeft echt veel teweeg gebracht. Heel veel comments die zeggen, hey, ik heb deze video gezien nu en ik heb voor het eerst dat ik begrijp waarom bijvoorbeeld iets als Zwarte Piet kwetsend kan zijn, waarom al kleine opmerkingen aan iemand kunnen blijven kleven. Gewoon mensen die dat nog nooit hadden gezien, die video keken en ineens dachten, hey, ik ga hier proberen om meer mee te doen. Ik luister nu voor het eerst en ik denk, oh hey, hier voel ik een persoonlijke connectie en ik begrijp wat je zegt. Ook van mensen van 60 tot aan 13, weet je wel. Dus van een heel groot spectrum aan mensen waarvan ik dacht, huh? 60 jaar op mijn account, dat is nieuw. Maar het is echt maar, van wat ze onbewust, wat er onbewust allemaal gebeurt eigenlijk. Hè? Dat is dat sluimerende racisme en discriminatie wat je eigenlijk de hele dag soms tegenkomt. Wat niet altijd meteen in your face is. Ja. Maar wat wel in je huid kruipt en waar je gewoon last van kan krijgen. Dat heb je denk ik inderdaad qua bewustwording wel voor elkaar gekregen met die video. En ik begrijp, je bent ook bij een van de demonstraties geweest, hè, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Ja, de eerste in Amsterdam.
kwam. En hoe voelde het voor jou om met zoveel mensen daar te staan die allemaal met diezelfde boodschap de straat op gingen? Ja, dat was voor mij ook weer een soort van veel. Maar voor het eerst dat ik dacht dat ik überhaupt bij een protest ben geweest. Ja, de En eerste ever in je. ja. En ik wist niet wat ik zag oprecht. Er was al die borden, al die mensen. Wat er werd besproken, ik merkte aan mezelf, dan werd er bijvoorbeeld op een gegeven moment Black Lives Matter geroepen. En dan kon ik het niet eens uitspreken, want dan wist ik, oké, ik ga nu in tranen uitbarsten, omdat die emoties zo hoog zaten. Ja. En ik had er ook nog niet een plekje voor kunnen geven of maken. Dus ik merk nu bijvoorbeeld dat ik echt een soort van heb van, oké, ik wil dit in actie doorzetten. En toen was het echt nog emoties. En dat ik ook echt zag dat dit heel veel mensen iets deed. Het was niet dat het plein vol stond met alleen maar donkere mensen of alleen maar mensen met een bruine huidskleur. Helemaal niet. Het ging echt alle kanten uit. En ik denk dat dat ook voor mij heel, heel sterk voelde. Omdat ik dacht, dit is niet een probleem van maar één groep binnen Nederland. Dit moeten we met z'n allen fixen. En daar, het voelde als een representatie van een grote groep die dit wil fixen. En dat was echt amazing. Ja. Ja, nou, ik ben ook echt wel onder de indruk van Amsterdam tot Groningen en van bij mij in Nijmegen tot Rotterdam en Den Haag. Dus overal komen ontzettend veel mensen erop af. Inderdaad, jong en Ja. oud, wit, zwart, alles door elkaar. En dat vind ik ook het krachtige daaraan. Maar tegelijkertijd is het ook wel, we hebben dit in Nederland nog nooit zo gezien, hè, dat mensen zo fanatiek de straat op gaan. En ik hoop ook dat we het vast weten te houden en dat we ook daadwerkelijk wat gaan veranderen en het niet op een gegeven moment weer overloopt in de volgende hype. Want dat is natuurlijk bij ons in Politiek Den Haag altijd een beetje het gevaar. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Kun jij een paar voorbeelden noemen van racisme of discriminatie die jij zelf hebt ervaren in Nederland? Ja, ik denk dat een van de voorbeelden die bij veel mensen blijft hangen is bijvoorbeeld dat ik als kind werd iedereen dan geschminkt als Zwarte Piet. En dan wilde ik ook, en dan werd tegen mij gezegd, ach, maar jij bent toch al een Pietje. Of ouders die nu als volwassenen naar mij wijzen en ik heb normaal, nu zit er een knop, maar normaal heb ik een behoorlijke afro. En dat er dan ouders met hun kinderen zitten en wijzen van, hé, kijk, Zwarte Piet is al vroeger dit jaar. Maar ook dingen in dat je echt voelt van, oh, er wordt met mij anders omgegaan dan met een ander. Ja. Dat was een keer dat ik. Dat is ook zo gek, want van deze voorbeelden heb je er zoveel, weet je wel. Maar bijvoorbeeld een keer dat ik de mediamarkt in wilde lopen. Er een meisje voor mij met een witte huidskleur met haar tas. Naar binnen ging. Dus ik dacht, oh, nou, dan loop ik er ook gewoon achteraan met mijn tas. En toen werd ik tegengehouden en moest mijn tas in de kluis. En nadat ik dat vroeg of aankaartte van, hé, maar waarom mag zij dan wel? Toen werd er tegen mij gezegd, nou, dit is nou eenmaal hoe het werkt. Of zo. En vond hij het heel vervelend dat ik dat Als je er wat. aankaartte. Ja. Dus toen ben ik weggegaan. Ik dacht, ik voelde daar zoveel emoties. Ik dacht van, ik ga hier nu weg, want ik haal mezelf uit deze situatie. Dit is veel te veel en raar of zo. En ergens wil je dan ook het soort van denken van, ach, dat zal vast niet zijn intentie zijn geweest. Wat was er anders? Dan denk je, ja, nee, er is echt niks anders dan mijn huidskleur. Dus ja, dat zijn hele, hele rare voorbeelden. Maar daar heb je er helaas als donker persoon in een westers land, zeg maar hier, heb je daar Ja. gewoon last van. Ja. En als je gewoon heel veel dit soort kleine voorbeelden hebt, dat doet gewoon wat met je, omdat het elke keer weer zo'n speldeprikje is. Is dat eigenlijk, ja. En dat is een, ja, als je dan kijkt naar wat er de afgelopen weken reacties zijn geweest op die demonstraties, wat heb je dan het gevoel dat het ook voldoende breed aanslaat en dat je als demonstranten of als individuen die zich uitspreken, dat jullie gehoord worden? Heb je dat al? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er niemand meer omheen kan. En dat is natuurlijk ook een soort van een groot deel van awareness krijgen. Is ervoor zorgen dat iedereen er in ieder geval van hoort. En er zijn gewoon ontzettend veel mensen ook in mijn omgeving die nu bijvoorbeeld voor het eerst zijn in gaan lezen wat white privilege, wat dan een Amerikaanse term is, maar wat dat zou betekenen en waar zij staan in de samenleving en wat voor voordelen zij misschien wel hebben gehad door de kleur van hun huid of juist niet.
En ik denk dat dat een grotendeels te maken heeft met dat het inderdaad nu gewoon breed wordt besproken. Ja, en wat is jouw beste, of wat zijn jouw belangrijkste tips voor mensen die zich willen informeren, die er meer over willen begrijpen? Wat kan ik dan doen of iemand anders? Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen leert. Dus, nou ja, dit voelt misschien heel stom om te zeggen, maar mijn YouTube-video daaronder staan heel veel Links en ja, bronnen en dingen die je kan lezen, kan bekijken. Er zijn een aantal documentaires die je heel goed zouden kunnen uitleggen over wat het hier in Nederland betekent, racisme, maar ook in Amerika, wat natuurlijk een groot probleem is. En ik denk dat als alleen als er van de kennis gaat bestaan van, hey, dit is racisme, dit is dat mogelijke privilege dat er bestaat. Ik denk als we dan al grote stappen gaan maken, want als we dat al erkennen, ja. ja, dat zou heel mooi zijn, denk ik. Ja, het gevoel dat toen je jonger was, nog op school zat, dat je daar voldoende les kreeg over de geschiedenis van Nederland en wat de impact daarvan is op racisme in de hedendaagse samenleving. Absoluut niet. Nee, het is. Nee, ik bedacht me wat voor lessen ik überhaupt heb gehad op school over wat wordt bestempeld als de Gouden Eeuw van Nederland. En het stukje van de slavernij of racisme, of daar werd eigenlijk gewoon bijna niet over gesproken. En de lessen die ik erover heb gehad, die waren dan een soort van, oh ja, is gebeurd. En dan heel snel door naar alle andere dingen. Terwijl ik denk dat je daar juist door die dingen aan te kaarten, door het erover te hebben, dat zo zou verrijken. Want als je daarover leert, dan ga je het ook herkennen en misschien je eigen patronen zien van, hey, misschien doe ik hier nu wel hetzelfde als wat ze daar hebben gedaan. En ja, ik denk dat daarin ook, dat is ook wel iets waar ik me nu voor inzet, over het feit dat er meer moet worden besproken op scholen over racisme, discriminatie en het slavernijverleden. Ja, en heel goed punt, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik ben een stuk ouder dan jij, ik ben 33, maar ik heb volgens mij er ook echt helemaal niks over gekregen toen ik op de middelbare school zat. Nee. En het is toch echt wel, ja, precies wat je zegt, hè. Ik denk dat heel veel mensen inderdaad niet doorhebben dat ze allerlei kansen hebben die andere mensen in Nederland niet krijgen. Of dat ze inderdaad met hele kleine opmerkingen die ze als grapje bedoelen, toch wel ook onderdeel van het probleem kunnen zijn. En dat die bewustwording is super belangrijk. En er zijn daarnaast ook wel echt oproepen om veel harder racisme en discriminatie in Nederland aan te pakken, hè. We hebben als D66 zelf een plan gelanceerd, bijvoorbeeld voor Ja. echt tol boetes voor makelaars die alleen maar witte huurders willen of bij stagediscriminaties. Dat wil je ook zo'n aanpak? Of denk je dat dat ook averechts gaat werken als we een te harde aanpak gaan invoeren? Nou, ik denk dat er voor dat soort situaties, als je echt kijkt naar inderdaad sollicitaties, dat huurprobleem, daarin denk ik dat daar zeker gewoon wetten voor moeten komen. Maar ook dat het gewoon verplicht moet worden binnen scholen om het erover te hebben. Dat is het thema gewoon daarin bestaat. Ja. Ik denk dat het heel sterk is als ook de politiek zich daarover laat horen. Weet je wel, het is toch een soort van we stemmen met z'n allen. En dan voelt het fijn om een soort van die klanken terug te horen. En vanuit mij en van wat ik van veel anderen hoor, zou dat gewoon heel sterk zijn. En ik denk dat het gesprek gewoon heel erg open moet blijven. Dus ik heb bijvoorbeeld, wat ik ook heel erg duidelijk probeerde te maken in mijn video's, dat ik niet zeg dat iedereen die iets ooit iets racistisch heeft gezegd of gedacht of Zwarte Piet leuk vindt, dat per definitie racisten zijn. Weet je wel, ik denk dat we daar best wel mee moeten oppassen. Met dat we Dat we niet iedereen elkaar pakken, maar dat. ja, te hard bestempelen. Want als het niet in je omgeving is, daar geloof ik oprecht in. Als je het nooit hebt meegemaakt, nooit in je omgeving hebt verteld, hebt gekregen, Ja. dan weet je ook niet beter vaak. En ik denk dat we nu in een fase komen waarin het op het nieuws is, op de radio is,
Kijk, als je nu dan al niet meer beter weet, of je krijgt het nu niet mee, ja, dan zit er een stukje eigen in. Maar ik denk dat we inderdaad open moeten blijven praten. En dat er gewoon beter moet worden geleerd over Ja. deze onderwerpen. Ja, tof. Ja, wij gaan als Tweede Kamer in ieder geval de komende paar weken 2 keer debatteren over racisme in Nederland. Goed. 1 keer, maar dat heet dan een commissievergadering, dat is wat kleiner, maar ook 1 keer echt in de grote zaal van de Tweede Kamer. En ik ben nu 3 jaar Kamerlid en er is vaak wel aandacht geweest voor racisme op de woningmarkt of op de arbeidsmarkt, maar nog nooit echt zo'n breed debat. Dus ik denk dat dat ook een heel Ja. belangrijk is. En ja, ook aan ons, aan alle politieke partijen, om te laten zien dat we naast het posten van mooie foto's en video's op social media, dat we nu ook daadwerkelijk inderdaad wetgeving gaan invoeren, dingen gaan veranderen, met het onderwijs het gesprek aangaan over betere voorlichting daar. Dus dat ik kijk heel erg uit naar dat debat over een paar weken. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik hoop, ja, precies. En ik denk wel dat iedereen die de afgelopen weken de straat op is gegaan, dat ook wel heel goed gaat volgen en echt heel goed kan. Nou, ik zal zeker volgen, kan ik je vertellen. Heel goed. Er kwam één vraag net een paar keer voorbij in de chat. En dat was wat je vindt. En misschien was die vraag van ons allebei gericht hoor. Maar je ziet nu ook in andere landen dat beelden omver worden gehaald. Of dat beelden worden beklad. In Nederland heb je natuurlijk discussie ook over de Gouden Koets. Waar een paneel van het slavernijverleden op zit. Zijn dat zaken die we moeten weghalen? Of zeg je dat is ook een stukje van dat onderwijs en die voorlichting. Als je dat goed doet, dan kan het. Of heb je daar. Dus misschien een beetje een moeilijke vraag hoor. Maar. Ja. Nee, ik denk dat het heel raar is om beelden van slavenhandelaren en weet ik het wat, een standbeeld, dat is een viering. En ik denk niet dat die viering zou moeten bestaan voor die mensen. Ik denk dat ze het er allemaal over eens zijn dat dat niet een goed deel is van onze geschiedenis. Dus dat inderdaad die beelden zouden worden weggehaald, daar ben ik het mee eens. Het is niet meer iets van deze tijd om daar om dat te vieren, denk ik. Ik denk niet dat we door een beeld te hebben de geschiedenis leren aan kinderen. Ik weet in ieder geval zelf dat ik niet naar een beeld heb gekeken ooit als kind en dacht: oh ja, nee, dit is mijn geschiedenisles. Want dan zag ik zo'n plakkaat met tekst staan, dacht ik al: laat maar zitten, ik loop vooral door. Dus ik denk niet dat daar geschiedenis mee verloren gaat. Nee, ik denk alleen maar dat het vooral een toon zou zetten als Nederland zijnde. Dat we zeggen: nee, dit stukje geschiedenis is niet wat we vieren. Ja, het heeft Nederland, weet ik het wat, dan krijg je waarschijnlijk de argumenten met de welvaart en dat soort dingen. Allah mag in de boeken staan. Maar de viering in de vorm van standbeelden, daarvan denk ik dat hoeft niet per se. Wat denk jij daarvan? Nou ja, ik vind het dit echt oprecht heel lastig. Want Ja. ik vind dat je sowieso bij dat soort standbeelden of bij schilderijen in een museum of ook bij die Gouden Koets moet je er in ieder geval voor zorgen dat je het hele verhaal vertelt. He, van dit standbeeld staat hier omdat we vroeger heel trots waren op deze man of vrouw, vaak mannen. Maar met de kennis van nu weten we dat het toch ook wel niet alleen maar een gouden eeuw was, maar ook een eeuw met een behoorlijke zwarte bladzijde, dat je dat verhaal vertelt. Maar ik word wel getriggerd door je opmerking dat, ja, wie gaat er dan naar dat bord staan te kijken en dat op dat moment allemaal Ja. tot zich nemen. En ik denk ook wel dat je echt een paar. Bijvoorbeeld echt het aanpassen van het Sinterklaasfeest, zodat iedereen zich daarbij betrokken voelt. Het aanpassen van een aantal van dit soort standbeelden of plekken is gewoon ook een stukje symboliek misschien, om te laten zien dat het ons menens is. Dat we ook daadwerkelijk nu met z'n allen zeggen, oké, Black Lives Matter. En dat zij ook Ja. niets belangrijker dan anderen, maar gewoon gelijkwaardig. En die gelijkwaardigheid, ja, daar moet je wel ook een paar dingen echt voor aanpassen. Dus dat is een. Maar goed, het zal per standbeeld of per straatnaam echt wel verschillend zijn. En dan moet je volgens mij gewoon goed met elkaar het gesprek over voeren. Dus ja, ik denk dat heel veel gemeenteraden en steden de komende tijd deze discussie met elkaar moeten voeren. En ik Dat denk denk, ik ook. hoe minder wij als politiek nu doen aan concrete maatregelen, als mensen niet zien dat we racismekaart aanpakken, dan snap ik dat je op een gegeven moment ook de tegenreactie krijgt. Ja, dan gaan we maar standbeelden neerhalen of besmeuren, omdat we gehoord willen worden en willen dat er wat verandert. Dus dat Ja. is. Volgens mij ook. Ja. Zou jij, want ik kan echt nog uren met je lullen hierover, want ik vind het echt heel indrukwekkend hoe het uit je tenen komt, maar het is ook. Dus ik ga je er ook niet.
ook vast houden. Maar wil je nog iets aan mij meegeven van alle mensen die aan het kijken zijn en een commentje onderplaatsen? Wat is jouw oproep op deze zondagmiddag? Vooral blijf leren. Ik denk dat aan jou, en dan neem ik eventjes jou als à la politiek. Ja. Inderdaad, dit aankaarten. Het laten zien van, hey, als land staan wij hier niet meer achter. Of staan we hier juist voor. Ik denk dat dat heel krachtig is. En al helemaal als land dat gewoon in heel veel andere zaken voor is geweest op heel veel andere. Ja. Denk ik dat we gewoon hier ook vooruit in moeten. Dus dat lijkt me fantastisch. En voor alle mensen die luisteren of dit nog bekijken. Blijf hierover leren. Blijf hierover in gesprek gaan. Stel vragen. Wees niet bang om vragen te stellen. Als je ergens niet over weet wat je moet zeggen. Of dat je bang bent om het verkeerde te zeggen. Want dan kwets je misschien iemand. Ik denk dat nu juist de tijd is om vragen te stellen. Te lezen, te leren, te kijken. En bepaalde gedragen die we normaal hebben gevonden veranderen. Heel mooi. Dankjewel, dankjewel. En iedereen die de video nog niet heeft gezien, hij staat op Instagram en op je YouTube-kanaal. Hele indrukwekkende video. Ga hem zeker kijken als je hem nog niet hebt gezien. Ik wil je heel erg bedanken, Quinty, dat je tijd hebt gemaakt om met mij deze Insta Live te doen. En je keek me heel streng aan toen ik zei, er is een Tweede Kamerdebat. En ik denk dat iedereen dat heel goed gaat volgen. Dus ik voel gewoon je presence dan in de Tweede Kamer als we dat debat aan het... I'll be there. Oké, dankjewel en een fijne zondag allemaal. Dankjewel, hetzelfde. Bye. Doeg.